Jongens, tot jullie kijken dus een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik een nieuw spelletje, namelijk Splatoon 3. Ik heb het gekocht. Ik heb het eigenlijk gisteren gekocht. Gisteren kwam het binnen. En toen had ik al heel veel gespeeld. Ik ben, zoals jullie zou kunnen zien, ik ben al level 9. En misschien kennen jullie het spelletje wel. Ik heb het een beetje gespeeld al. Je kan bijvoorbeeld met verf schieten. Je kan verschillende wapens en je pakje kan je aanmaken. Maar kijk, ik vind dit wapen is mijn favoriet. Dus ik klik dan aan, dan staat hij aan. En kijk, hij schiet bijvoorbeeld heel snel. Dus dat vind ik heel erg nice om te doen. Dus daarom, kijk, hier zo ga je erin. Dan kan je een gamepje starten. Zo, die aan. Oké. Zo, dan moeten we even wachten. Het is echt een leuk spel. Het duurt niet zo lang. Het is alleen, daarom vind ik dit zo'n leuk spel. Het is alleen voor Nintendo Switch. Dus dat vind ik heel erg nice. Ik moet nog even de deur doen, dus ik moet zo doen. Ik ben even terug. Het zal natuurlijk heel dik zijn als we dit gelijk kunnen winnen. De eerste game van de allereerste Splatoon 3, Splatoon 3 video op mijn kanaal gelijk kunnen winnen. Het zal heel dik zijn natuurlijk. We moeten gewoon zoveel mogelijk inkt overal blauw inkt kunnen verspreiden. Dus dat gaan we even doen. Hier zal alles een beetje mee pakken. Het is echt een leuk spelletje. Je moet een Switch app zeker een aanrader om te kopen. Het is echt een aanrader om te kopen. Het is echt heel erg leuk. Je kan er ook allemaal verschillende werelden. En als je het hebt, tip, als je gaat bukken in je ding, dan verspreid je meer dingen. Dat is natuurlijk helemaal toppie. Hoppakee. Gaan we hier, oh ja, die is al gekild. We gaan hier hierheen. Gaan we hier zo gaan we eventjes alles een beetje verspreiden. Kijk, anders we zijn naar boven. Nu gaan we het hier een beetje doen. Die hebben we gekild. Ik kan namelijk ook mensen killen. Zo. Dat allemaal even een beetje meepakken. Hier een beetje meepakken. Die hebben we meegekeerd. Pakken we lekker mee. Staan we voor? Ja, we staan voor, jongens, denk ik. Volgens mij staan we voor. Gaan we er even erin. Oké, ik heb hem wel, maar ik ben ook zelf dood. Dus dat is wel jammer. Het is trouwens dit spelletje. Die onderin. Dan gaan we weer zo schieten. Ik vind het persoonlijk echt een heel leuk spelletje. Het is best wel, nou, ik weet niet of die nieuw is. Dat weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat het heel leuk is. En dat zeker een aanrader is dat om te kopen. Voor mij is 3 de nieuwste. En dat moet wel. Je hebt ook Splatoon 2. Ik weet niet of die leuk is. Maar ik zou gewoon natuurlijk de nieuwste kopen. Het is wel het duurste. Maar als iemand wil weten hoe duur die is, dan kost het 60 euro. Voor mij valt dat mee natuurlijk. Maar ik ben YouTuber. Maar oh ja, nou dat was de eerste pot. Het duurde maar 3 minuutjes, dus gaan kijken. Yes! Jongens, we hebben de eerste game van mijn YouTube kanaal van Splatoon 3 gelijk gewonnen. Dat is heel erg top. Dit spelletje is het. Het zit in deze verpakking, supercoole verpakking. Ik ben natuurlijk, ik heb geen sponsor, dus het wordt niet gesponsord, sorry. Ik heb nog geen sponsor, jongens. Als jullie abonneren, misschien dat we dan wel de
300 abonnees kunnen halen. Het zal heel sick zijn. Het zal echt heel dik zijn als we de 300 abonnees kunnen halen. Dus we gaan naar die 300, jongens. We zijn lekker bezig. Dus jongens, abonneer. Dan gaan we naar die 300. En ooit misschien een keer 100.000. 100.000. Maar dat is wel echt heel sick hoor. Als jullie dat kunnen abonneren, als iedereen die mij kijkt even kan abonneren, dan gaan we dat redden. Dus iedereen die mij kijkt, iedereen die deze video kijkt, moet abonneren, ja. En het zal natuurlijk tof zijn als je dat op dat abonneren, op dat naampje omhoog kan drukken, maar die hoeft niet per se. Als je Splatoon 3 hebt, hier kan je trouwens naar boven, dus dan weet je dat ook weer. Ja, we gaan naar voren. Ja, dit is gewoon een laatste potje gelijk. Ik wil eigenlijk naar de Biesbos gaan vandaag. Maar daar had ik niet zoveel zin in. Ik ga het trouwens eventjes op deze manier nu weer doen. Zo. 24. Ook heel leuk. Is gelijk een aanrader ook weer. Dan gaan we nu daar. Zo. Gaan we schieten. Al honden mappen. Dit is de basis, zeg maar. Dus hier kan... Hier kan hij niet komen. Hier kunnen ze niks. Hier kunnen ze niet komen, zeg maar. Maar ja, hier wel weer natuurlijk. Maar het wapen krijg je geloof ik bij level. Ik heb geen idee welk level eigenlijk. Maar level 6 kun je deze killen krijgen. Maar ja, een vraag wil je hem is een andere vraag natuurlijk. Als je hem dat niet wil, dan. En je reload automatisch, dus dat is wel goed. Je kan mensen ook reviven. Dat is natuurlijk ook helemaal top. Ah, jammer. Oké, nou, we gaan kijken. Oeh, we staan er niet heel erg lekker voor. Misschien dat we via daar kunnen gaan. Ja, ik ga via daar. Oké. Ja, die hebben we gekild. Dat is nice. Want dan kunnen we namelijk deze manier doen. En dan gaan we hier zo omhoog. Zo, dan gaan we hier eventjes alles onze kleur maken. Zo, en dan gaan we hun even inbreken. Het is heel moeilijk om naar boven te schieten, dus blijf op de hoogte. Van mijn video's. Ik vind het persoonlijk heel leuk om video's te maken. Maakt me niet uit of jullie het kijken trouwens, weet je. Maar het zal wel tof zijn als iedereen die mij kijkt. Gewoon even wil abonneren. Het zal echt heel dik zijn. Als iedereen abonneert, dan heb ik de play button. Dat is echt heel dik als we dat halen. 100k, dat zal echt heel erg dik zijn. Dus. Gaan we ook gewoon heen, hè? Gewoon alle 100k. Oh, ja. Nou, we gaan kijken of de tweede misschien ook hebben gewonnen. Misschien niet, maar misschien wel. Nee. Hun hebben deze gewonnen. GG's. Hun hebben deze dik gewonnen. Misschien hebben jullie het kunnen zien. Ik denk het wel. Maar, ja, jongens. Kijk. Zo.
Nou, dus ik ga zeker meer video's maken van dit. Ik ga echt meer video's maken van dit. Dus als jullie willen zien, blijf op de hoogte van mijn video's natuurlijk. Dus ciao ciao. Ik abonneer, like. Ja, allemaal abonneren, dan halen we 100k. Dus...